Yo, Kevin van het West van je en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Ark Ragnarok video. Vandaag zijn we hier. Waarom denk jij in één keer dat je moet gaan opstijgen, Triton? Oké, ik heb geen idee wat er aan de hand is. Maar ik zet jou eventjes gewoon hier neer. Yes. Wat is mis met jou? Passive. Oké. Ik wil gewoon afstappen zonder dat je wegvliegt. Ik wil gewoon dat je daar blijft staan. Kan dat? Yes, oké. Ik ga eventjes wat scuba gear aandoen. Die en die en die. Nice. En jongens, meisjes, dames en heren, wij gaan vandaag hopelijk een high item, een Megalodon. Zwemt hier namelijk ergens een level 180 Megalodon. Alleen moet hem eerst zien te vinden. Oké, er zit hier aardig wat Megalodons. Level 114. Level 174 female. Oeh, dit werkt wel goed. Maar dan liep hier straks namelijk een level 180. Die heb ik hier net nog gezien. Net voordat ik de aflevering begon. Maar ik vraag me af waar die is. Nee, nee, je bent paas. Maar je bent niet de Megalodon die ik zoek. Ja, de Megalodon die ik zoek. 180 mail, nice. Jou zoek ik. En jou gaan we even temmen. Je bent ook aardig alleen, dus dat is goed. Dus laten wij gewoon jou proberen te temmen. There you go. Oké, Ikti, je moet een beetje uit de buurt blijven. Want, ja, ik ben niet geïnteresseerd in jou vandaag. Oh, dat is nog paas ook nog. Oeh, dat is nice. Oké, kom maar, haaitje. Ik ben blijkbaar sneller dan de haai. Misschien is de haai ook wel eens naar orde, komen niet meer haaien aan. Dit is een probleem. Dit is een probleem. Het punt is, ik heb niet meer wapens om de haaien allemaal te killen. Maar ik ben wel sneller dan de haaien. Dat is goed, ik moet jou hebben. Zwem zo snel als je kunt. Oké. Er zitten heel veel haaien achter me aan, volgens mij. Oké, jou en ik hebben de bazen. Jij gaat gewoon allemaal pijlen in jou schieten. En, oh, hij gaat weg. Oké, holy shit, er zijn zoveel haaien hier. Er zijn echt zoveel haaien hier. Maar ik wil jou temmen hier. Ik wil jou temmen. Jij bent de belangrijke. Want ik wil raak schieten. Oké, die anderen zitten nog steeds achter me aan. Maar ik zit achter deze haai aan. Ik wil wachten tot hij knocked gaat. Hij is knocked. Oké. Nice. Oké, nu moet ik al die andere haaien. Ik kan ze ook wel gewoon knocken. Dat is het probleem niet echt. Oké. Zit de level 174 bij jullie? Dat is bij jij. Oké. Oh, ze zijn allemaal hoge levels. Oké, ik wil eigenlijk ook de 174. Want dan heb ik twee hele hoge level Megalodons. Dat kan op zich best wel. Waarom hit ik jou niet? Nu wel. Oké. Oh, nee. Freaking Mantas. Oh, oké, ik ben dood. Ik ben dood sowieso. Ik ben dood. Yes, ik ben dood. Oké, deze is dood. Oké, en een haai bij. Mantas zijn irritant, want Mantas breken je armen. Dit is het shit er namelijk aan. Oké, er zitten twee Mantas achter me aan. Ik ben wel sneller dan ze. Ik kan proberen naar de Wyvern te gaan. Dat is mijn optie. Oké. Snel wegwezen hier. Freaking Mantas. Oké, ik ben bijna out of stem. Oké, shit. Ik moet naar het land. Oké. Hier kan ik rustig eventjes stemmen erbij laden. Oké. Chill, even wat eten. Oké. En dat is een RG. Daar ben ik niet echt bang voor. Hier kunnen we terug. Hier zitten de Mantas. Oké, de Mantas die hebben mij met rust gelaten, zoals je ziet. Dat is goed. Maar nu
wil ik graag die ene andere haai. Okay, dat is de haai die we gaan temmen. Maar kijk hoeveel haaien er in de buurt zitten. Het is niet te geloven hoeveel. En level 60, je hebt het killen. En jou wil ik temmen. Dus, oké. Okay. Ik ga ze proberen allebei te knocken. Je hebt een heel laag level. Dus ik zou jou makkelijk moeten kunnen knocken. Wacht. Oh, mijn scuba tank. Oh shit, is mijn scuba tank kapot. Oh no. Oh no, mijn scuba tank is kapot volgens mij. Ze hebben mijn scuba tank kapot gemaakt. Ah, crap. Oké. Snel, flippers af. En er zit een saber-tooth achter me aan. Oh, ik haat die beesten. Saber-tooth, please. Saber-tooth, please. Ik ben sneller in het water. Met saber-tooth. Oké. Ren op het land. Oké, ik moet naar de Wyvern. Ik moet eventjes mijn scuba. Oh, raptors. Oh no. Snel, zwem! Oké, flippers. Go! Oh, raptors. Ik haat raptors. Raptors zijn zo shit sinds de update. Je kunt niet meer tegen ze vechten. Echt niet. Oké, waar is mijn Wyvern? Ik dacht. Oh, daar is mijn Wyvern. Oké. Oké. Ik moet mijn scuba herstellen. Dat moet ik doen. Oké, flippers uit. Oké, en dan ga ik even twee. Ga ik er gewoon twee maken. Of drie. Gewoon tot ik meer heb. Dus ik ga terug in de base. Yes. Ik ga eventjes mijn scuba tank repareren. Dan ga ik er nog eentje bij craften. En dan gaan we terug. Dan gaan we de Megalodon die we hebben genokt, gaan we even wat eten geven. En dan dat is een mannetje van 180. En ik wil ook graag dit vrouwtje van level 174 ook temmen. Maar dan hebben we een hoge man en een hoge vrouw. En kunnen we gaan breeden. Dus dit kan nice worden. Als het goed gaat. Dus ik zie ze dadelijk terug. En dan ben ik weer. Kun je even landen, Wyvern? Nice. Ik heb mijn scuba gerepareerd. En ik heb een tweede. Of nog twee extra. Plus ik heb twee Ascendant Megalodon zadels bij me. Nice, dus ik kijk of ik die ene Megalodon weer terug kan vinden, die 174. Yes, oké, laten we eerst deze Megalodon hier gaan vieren. Of laten we eerst even wat eten geven. Chill, Manta. Je zit niet achter me aan of niet? Volgens mij zit je niet achter me aan. Nee, Manta is een irritant, want ze breken je armen, ze breken scuba enorm snel, zoals je al zag. Dus, oké, hoe zit het met jou? Even kijken hier. Kijk eens aan. Nice. Oké, ik laat jou hier achter. Nu wil ik alleen die ene andere zoeken. Die 104, ben jij dat? Jij bent level 60. Jij bent level 72. 18. Ah, je komt al richting mij. Oh, hier is er nog eentje. Oh, crap. Het punt is, ik wil die pasen niet. Het is een level 108 volgens mij. Ik wil die andere. Ik wil jou. Maar ik kan sneller zwemmen dan een haai. Wat graag is. Oh shit, er zit zoveel achter me aan nu. Jij was het volgens mij. Oké, ik ben nou helemaal vergeten welke het was. Ja, het is die lichtere. Oké. Oh, haaien, 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 haaien. Yes, kom jij maar met mij. Oh crap, er zijn nog meer haaien hier. Kijk hoeveel haaien hier zijn, het is niet te geloven. Er zijn zo ontzettend veel haaien. Dit kleine stukje zijn zo ontzettend veel. Holy crap. Oké, maar ik kan ze makkelijk dodgen, dus dat is geen probleem. Oké, hij gaat daar. Hij zwemt er weer weg. Oké, ik denk nog eentje en dan is hij knocked. Of nog één. Come on. Oké, ik moet mijn stem in de gaten houden.
Oké, waar ga je heen? 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 Oké, ik ben gehit door een haai, zo te zien. Kom op, mijn stem is bijna. Wanneer ga je down? Jij haai, wegwezen. Hij is down, hij is down, hij is down. Oké. Oké, nice. Nu moet ik al die andere haaien weg zien te lokken. Oh, Mentas. Oh, Mentas. Oh, Mentas. De Mentas zit achteraan. Shit, oké. Snel naar Triton. Oké, chill. Triton, ik heb je even nodig. De Mentas zijn dood. Nice. Nou, ze ging aardig goed. Ik zie ook al die raptors hier. Die ga ik ook even killen. Voor het geval dat ik ze weer tegenkom. Al die raptors hier, die gaan even allemaal dood. Dat zijn echt veel. Die boos zitten er nog meer. Jullie moeten allemaal even sterven. Oké. Nou zijn ze allemaal weg. Nice. Dan kan ik even hier landen. Oké, hoe is het met mijn... mijn scuba is goed. Alles is goed, alles is perfect. Nice. Oké, ik ga de andere Megalodon even wat eten geven. Nice. En misschien is het handig om de rest van alle... Oh. Volgens mij is mijn haai... Hier is mijn haai wakker. Oh, shit. Oh, shit. Ik denk wel dat ik... Oh, kan niet winnen? Oh, crap. Ik moet hem helpen. Oké, hij killt een Megalodon. Holy shit, alle Megalodons hier. Oh, hij is dood. Hij is dood! Nee! Hij is dood! Wat? Hoe? Hoe kan hij dood zijn? Oh, alle fucking Megalodons hier. Waarom gaan die allemaal in één keer mijn Megalodon aanvallen? Wat? Waarom? Waarom kan ik niet... Oh, crap. Waar is mijn andere... Oh, die andere ligt er nog. 100, 800... Die is in 168. Dat is op zich ook best wel oké. Hoe kun je al die... Hoe kun je 10 Megalodons killen? Kijk hoeveel! Dat is een mail. Ik heb een mannetje nodig, volgens mij. Oh, shit. Oké, ik ga ze allemaal weglokken hier. Wat ben jij? 114. Oké, ik wil die zwarte dan temmen nu. Oké, die zwarte is next. Een next level haai wordt gewoon gekild door alle andere haaien. Zodra die klaar is met temmen. Dit is echt... Ikti, please. Ik ga straks echt een pijl in je kop schieten, Ikti. Oké, mijn stem is weer laag. En ik mis een pijl. Nice. Oh, en die begint te lijken wat ik nog een pijl mis. Kijk, al die freaking haaien hier. Ik ga ze daar allemaal weglokken. Ik ga ze allemaal stuk voor stuk weglokken. Oké, kun je please temmen? Oh, en nu ga je de andere kant op. Goddomme, nice. Als mijn stamina-zaak op is... Oké, hij is down, oké. Holy shit, al die freaking... Ik zie een Viven daar staan of niet. Yes, oké, ik moet die kant op. Holy shit. Al die haaien hier, dit is niet te geloven. Oh, en Ikti's. Ikti's vind ik niet erg. Er mogen 100 Ikti's achter me aanzetten, hè. Maar geen haaien. Oké. Even chillen. Even chillen. Alles ziet er nog goed uit. Nice. Oké. Wat ik denk ik ga doen. Is ik ga nu normal arrows pakken. Ik ga alle rest van de haaien gewoon killen. Dit is easier denk ik dan. Naar dit. Hallo Ikti's. Ook al. Hoeveel damage doet één pijl?
Dat is best veel. Je bent dood. Al die andere haaien moeten allemaal sterven. Oké, de bel wou niet laden ofzo. Oké, deze is hoger level. Ik wil niet de Ikti killen. Ikti killen is zielig. Wat krijgen jullie ervan als jullie mijn haai opeten? Oké, hij is op. Wat was een level 174? Are you kidding me? Ik heb een 174 gekild. Die was er net nog niet. Er zitten nog meer freaking Megalodons achter me aan. Gelukkig heb ik arrows genoeg. Dat maakt me niet uit. 400 damage van de crossbow. Dat is best wel oké. En je bent ook dood. Oh, is er nog eentje. Hallo. Hier, nog meer 400 plus damage in je gezicht. Hoe vind je dat? Allemaal een beetje mijn Megalodon killen. Hoe durven jullie? Oh, nu ga je in één keer weg. Want je ziet al je vrienden sterven. Oh, nou ga jij ook. Aju. Waar dat ze? Of zijn er nog meer irritante Megalodons hier? Nee, dat waren ze. Alleen maar Ikti's overal. Oh, en jij hier. Ik haat jou ook. Oké, alles chill. Oh, er is er toch nog eentje. Ikti's, wel level zijn de Ikti's eigenlijk? Ah, een beetje laag levels. Ikti's. Oké, dat is mijn andere Megalodon. Oké, laat ik eerst deze even feeden. En dit ga ik even het eten geven. Dat is een dode menta. Oké, kijk eens aan. Die heb je weer eten. Nice, er zitten waarschijnlijk Ikti's achter me aan. Nice. Oké. Prima. Hoe zit het met jou? Je hebt een prima. Dat is de female Megalodon. Nice. En die gaat weer even licht maken in de game. Dan zie ik niks onder water. Oké. Okay. Nice. Hier is de andere Megalodon. Dus dit is het level 168. Ik zie er nog eentje in de vette. 114. Oké. Okay, zolang jij daar blijft, vind ik alles goed. Oké. Okay, jij... Met een mannetje, dat is goed. Hier heb je ook wat mutten. Kun je ook gaan temmen. Nice. Oké, ik heb alle Megalodons gekild, behalve die twee die ik wil hebben. Dat is nice. Nu ga ik eventjes naar de kust, terug naar de Wyvern, want ik moet even weer stamina hebben. En dan hopelijk hebben ze daar twee Megalodons. Vind ik het jammer dat de level 180 dood is, maar het kan erger. Freaking Sabertooth. Oké, jij bent nog steeds wel goed. Stamina's, oké. Okay. Nice, dan gaan we terug het water in. Allemaal dode Megalodons hier. Allemaal dode Megalodons. Het handige is, als we hier in de buurt blijven, dan spawnen er ook geen nieuwe weer terug. Wat ook wel nice is. Dus is dit het lichaam van onze oude dode Megalodon? Ik denk het. Level 180 Megalodon wordt gewoon gekild door 20 andere Megalodons. Ben jij het? Yes, Rip. Je hebt wel de tools. Die kunnen we wel gebruiken. Maar de rest is gewoon... Voor de rest ben jij gewoon pittig dood. Hallo Ikti, wat level ben jij? 24. Ik ga niet killen. Ik vind het zielig om dolfijnen te killen. Ik ga geen dolfijnen killen. Het ziet er gewoon nice uit. Oké, okay, jij bent de eerste die gaat temmen, waarschijnlijk. Want jij bent meer uitgehongerd dan de andere twee. Even kijken, jij bent al bijna klaar met temmen. Nice. Nice, dan heb ik in ieder geval twee waar ik mee kan breeden. En dat vind ik allemaal goed. En dat is wat ik wil. En ook al is er geen level 180 bij, maar dat maakt me niet over uit. Ik zie deze Megalodon hier nog, die wil ik even killen. En daar ben ik weer. En we hebben de eerste Megalodon getemd.
En level 268 female Megalodon. En een andere die gaat elk moment, kan elk moment klaar zijn met temmen. Dus ze hebben twee Megalodons. Wat natuurlijk nice is. Ik heb met deze Megalodon even alle lichamen van de andere Megalodons opgegeten. En ik heb een beetje geleveld in move of in melee damage. En hij is aardig sterk nu. Kijken of we een andere Megalodon kunnen vinden. Ergens. Of heb ik ze nou gewoon allemaal gekillt? Oh, ik zie er eentje zijn aan deze kant. Via Mantas. Viking Mantas. Die. Goed zo. Oh, jij wil vechten met mij? Kom maar. Alles gaat dood. Alles nog meer Megalodons hier. Ik ga jullie allemaal killen. Maakt me niet uit hoeveel levels jullie zijn. Level 60. Even alle Mantas moeten dood. Hier zijn er nog meer. Hoho, ga jullie allemaal killen. Wat is dat wit in het water op de bodem? I don't know. Wat is dit? Wat zijn er voor rare plantjes? Hé, hey, jullie Megalodons, kom eens hier. Oh, ik wil die vogel niet hitten, maar... Ictis, kom er niet bij. Anders gaan jullie helemaal dood. Hier, Mantas dood. Oké, jullie gaan jullie allemaal dood. Hoeveel levels zijn jullie, Ictis? Je ziet er best wel cool uit. 60, 120... Valt mee. Oké, is de kust veilig? Ik denk het wel. Wat zijn dit voor witte dingen? Wat zijn dit? Kun je dit harvesten? Nee. Blijkbaar zijn er gewoon planten. Of zo. Nou, dus laten we kijken of onze andere Megalodon al wakker is. Even kijken. Holy shit, je hebt een heleboel levels. Nice. Dus we gaan even bij de andere Megalodon checken. Die zwemt hier ergens rond. Want die moet hier ergens zijn. Waar ben jij? Kijk, hier is onze andere Megalodon dood gegaan, volgens mij. Of is een stukje verder deze kant op? Volgens mij een stukje verder deze kant op. Wacht even, laten we even naar de dingen zwemmen. Het is hier ongeveer. Oh, Megalodon, ach, ik zie hem al. Daar is die al. Daar is die al. Hij is al klaar met temmen. Nice, dan hebben we twee Megalodons. Kijk eens aan, wat een goede Megalodon en een liefdestelletje. Oh, wat nice. Hier heb je ook een Ascended zadel. Nice, nice, nice. Dus jongens en meisjes, dames en heren, dit zijn onze twee Megalodons. Word je nou aangevallen? Nee, volgens mij niet. Oké, dit zijn onze twee Megalodons die we vandaag getemd hebben. In van de komende aflevering gaan we deze twee breeden. En dan gaan wij hopelijk een paar kleine baby Megalodons krijgen. Heb ik nog nooit gebreed. Ik heb ze nog nooit gebreed, dus het zal wel nice zijn. Maar jongens, meisjes, dames en heren, is het einde van deze aflevering van Ark Ragnarok. Hier op de Westie Evolved Ragnarok PvE server. Vond je het video leuk en wil je meer Ark Ragnarok video's zien? Laat natuurlijk een like achter op deze video. Abonneer als je nieuw bent. En hopelijk zie ik je allemaal terug in de volgende aflevering van Ark Ragnarok hier op mijn kanaal.